Wie wil een veertje van de klein springen? Nou, een heel klein veertje. Ja. De temperatuur is goed voor die chicken. Ja. Die draadringen, die moest ik ringen van jou. Wie wil schrijven? Ik wil wel schrijven. Gewoon maar eentje. Ja, iemand die schrijft gewoon iemand die weet. Ja, jij kent het. Erik, wil jij zelf schrijven? Ik wil knap in elkaar steken. Bij 2,3 bij de kleine spring aan zanger. Ja. Vleugel 56. Staart 46. Vet 2. Rui 2. Ik ben heel oud. Maar heeft meer streken op de borst, Bram? Ja, hij is heel klein. Oh ja, ik heb ook een gewone vleugelformule. Ja, eerst even ringen en die springgaanzanger even erbij. En dan, Fabian, kun je even het boek lezen waarom? Spring 1. Ja, maar ik ben even chipjes aan het ringen. Hij heeft ook al een spotje hier. Nummer 2. Ja, nee, ik wil hem even samen vleugelen. Vleugel 67. Nee, dan. Nee, dan. Marian komt eraan. Vleugel 67. 3-0. Oké, even fotograferen naast elkaar. Ja. Van niemand even op de fiets. Dus. Moet ik een kaartje hebben? Dat klein ja. Nou, dat was ook ja, 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 zo. Kom maar met de kaart. Ja, hij is wel anders. Wat geniaal. Geniaal man. Had je hem zelf? Ja. Ja, ik was er maar eentje. Je hoeft niet een kastje vanzelf te meenemen. Nee, is zo echt niet. Ja, dat dacht ik eerst ook, maar ik had zoveel huiswerk dat ik dacht, nou, dan ga ik hier een ochtendje ringen en dan... En hij wordt beloond, hè? Wacht even. Ja. En weg. Een muisje. Ja.